Hallo mensen van Daars Gamen, hier is weer een nieuwe serie FIFA 14. En nu dacht ik, het is wel leuk, want het WK komt er bijna aan, dat ik Nederland-Spanje ga doen. Want ja, ik ben wel blij dat Nederland meteen tegen Spanje moet. Want dan, ja, als ze winnen, dan weet ik meteen dat het gaat lukken, al die wedstrijden. Want als ze van Spanje winnen, ja, dan kunnen ze natuurlijk ook van Brazilië winnen. Want ik weet zeker, Spanje is sterker als Brazilië. En nog iets... Laat blauwe duimpjes achter op deze serie. En ik hoop dat jullie ook nog op het knopje abonneren klikken. Want dat zou ik super tof vinden. Nou, en geniet ervan. Ik ga zo te zien nu even de aftrap opzoeken. En dan, ja, laat een blauw duimpje achter voor deze video. En ja, geniet ervan. Ik zou het wel tof vinden als Nederland gaat winnen. En ook dat ik zo ga winnen. En wat ik wil zeggen, ik ga deze video maar tot de 60ste minuut houden, want anders duurt het te lang voor het uploaden. En ja, dat willen we niet, want dan doet hij het niet. Dan gaat hij het op een gegeven moment niet meer uploaden, want dat had ik daarnet ook gedaan. Ik had een hele toffe video, ik had ook alles erbij gezegd, wat ik maar cool vond om even te zeggen. Maar ja, helaas was die niet gelukt. En ik had het gewonnen. Van, ja, Spanje. Maar ja, die deed natuurlijk niet. Ja, die deed niet, sorry. Ik heb nog steeds fucking keelpijn. Ik moet wel even snel doen, want ik wil niet dat die te lang duurt. 60ste minuut, jongens, onthouden dat bij elke FIFA-potje is dat. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Oké, nou, we doen deze. Ik heb vandaag echt een kutdag gehad. Ik ga het even vanaf het begin uitleggen. Nou, in de klas, meestal geeft mijn ma vaak de schuld. Ik kinderen alsof ze van mij haten. Ik heb helemaal niks gedaan. Zij gaan zomaar zeggen van, ja, Damien doet dit. En hij trapt tegen mijn schoen aan. Wat ik niet eens deed, maar... hij geeft mij dan weer een strafblaadje. Wij moeten altijd, als we iets verkeerd hebben gedaan, moeten we een strafblaadje pakken. En dan moeten we regels overschrijden. Dat is zwaar klopt, hè. Sorry, voor mijn taalgebruik. Oké. Niet overnemen. Eigenlijk moet ik het zelf ook niet doen, maar ja. En op de BSO, dat is een soort kinderopvang waar ik elke woensdag naartoe ga, want mijn ouders kunnen me dan niet halen. En van PC is weer een mooie actie bezig. Ja, en hij scoort mee. En ja, daar had ik, bij de BSO had ik ook stond, want ik heb een paar meisjes gehad. En ja, niet een paar van dat ik player ben, maar... Ja, ik heb wel eens met twee meisjes gehad en die zijn beste vrienden van elkaar. En ja, ze van BFF. Dus ik heb met een BFF gehad van een BFF. Klinkt ingewikkeld. Maar je kan beter zeggen, beste vrienden van elkaar heb ik gehad met een meisje en nog een andere meisje. Maar ja, dat was veel later. Ik kreeg met dat eerste meisje dat ik kreeg, dat was echt geweldig. En toen vond zij mij niet meer leuk. En toen maakte ze het uit. Toen maakte ze het uit. En ja, en een paar jaar later of zo kreeg ik met een ander. Maar nu denken hun meteen dat ik hun gebruik. Dat ik hun gebruikte. Maar what the fuck? Denk je, ik ga met iemand op lip zoenen die ik leuk vind? Sorry. Denk je, ik ga met iemand zoenen die ik niet leuk vind? Dat zou ik echt niet durven dan. In het begin durfde ik ook niet, maar zij zeggen, ja, kom op Damien, je kan het. Maar zij denken nu dus dat ik hun gebruik. Maar gaan ze iets doen of zo? Ik weet echt niet. Oké, Van Persie. Maar dat is echt, ja, dat vind ik niet zo leuk. Ja, Van Persie, ja hoor, go! Nou, ik wil dit video snel gaan uploaden, maar... Ja, ik vind het irritant als hij best wel, dat hij niet gaat uploaden. En ik kan niet zoveel filmpjes maken, want soms ligt het wifi eruit, want ik weet het echt niet. Maar we krijgen een nieuw kastje, ik weet niet, volgende week of zo, ik weet het echt niet. Of vrijdag was het nou, ja, ik heb niet goed gehoord. En dan is zo, hopelijk is het dan beter, dan kan ik best wel van die lange video's maken, denk ik. En klik trouwens nog op het abonneerknopje als je deze serie cool vindt. Dan weet ik dat ik verder kan gaan met deze serie.
Stel je voor, de kijken 19, ja, 19 is best wel weinig, maar FIFA komt best wel bekend voor bij mensen. Dus ik denk van dat het best wel gaat lukken. Over 100 likes. 100 likes, 100 weergaven weergeven. Nou, dat is op zich best wel, ja, mooie wedstrijd. Dat is wel spannend, wie daarna gaat scoren. Maar we moeten wel binnen de 60 minuten scoren. Binnen een uurtje, laat ik maar zo zeggen. Moet er wel iets worden gescoord. Een goaltje of zo. Ja, oh! Oh, Damien, hoe kan je die nou missen? Dat vind ik gewoon erg, dat ik die mis. Oké, het is wel even kut van hem. En dat is het niet zo, want ik heb gescoord, jongens. Ja! Ja! Bloed, zweet en tranen. Oké. Echt normaal dingen. Ja, ik weet het. Er zit het hier goed, maar maakt niet uit. Komt goed, ik ga langs het dokje mee. Oké. Dit moet lukken, jongens. Wat een slecht paas. Laat even in de reacties weten wat je dacht dat dit zou worden. Wat jouw voorspelling ook is voor vrijdag. Dat zou ik wel tof vinden als jullie goede reacties zetten. Of 2-1. Ik ben maar alleen nog niet gaan redden, maar ik hoop het. Want ja, zoals ik het al zei, dan heb ik er best wel vertrouwen in. Als Nederland meteen al van Spanje is, dan heb ik er best wel vertrouwen in. Maar je moet Iniesta niet weer in de laatste minuut scoren. Net zoals vorig jaar met de WK. Ja, maar ik ga proberen Stiffy. Ja, en zo. Wat? Nederlands? Ik ga proberen Stiffy. Dat zei ik. Ik wou zeggen, ik ga Stiffy proberen. Maar ik zei. Wat? Nee, jongens. Ik weet echt niet wat ik zeg vandaag. Ik zeg elke keer zo wat bedoel. Zo stotteren. Dat heeft iedereen in de klas. Want wij hebben zoiets van. Als wij lezen, ja, dan moeten we vaak stotteren. Dat wordt dan, als je dat vaak doet, dan wordt het een gewoonte. Ik hoop dat echt niet dat dat bij mij gebeurt, hè. Zo. Ja, ik hoop niet dat het 1-0 blijft, hè. Ik vind dat niet zo lauw. Zo. Oeh, ik dacht dat die zo zit. Oké, snel. Op knopje drukken. En, ik denk dat ik hier op Minecraft ga halen, want dat lijkt me wel tof. Die kost maar 20 euro, denk ik, hè? Maar, zeg ik echt wel. Maar het is wel van spaargeld, maar ja. Want ik spaar namelijk voor een computer. Een beetje raar, maar die heb ik nog niet. Oké, 60ste minuut, jongens. Oké, daar komt hier niet aan staan. Die moeten we niet hebben. Oh, awesome. Ja, dit is awesome. Oh jongens, wat ben ik blij. Oh. Hier heb ik al mijn hele leven uitgekeken. Bloed, zweet en ik heb tranen. Oeh. Ik heb echt bloed. Oh nee. Stip. Ik zit hier ook maar een beetje in de maan te nemen. Als je denkt van, wat de fuck, die is echt dom bezig. Nee, neem ik jullie gewoon een beetje in de maan, hè. Dat vind ik zo stom, hè. Dan laat ze gewoon die bal achter. Dan moet je niet even aangooien of zo. Typisch FIFA, nee. Oké, even een mooie slijding geven. Oh, nee. Lukt niet. Oké, nou, ik ga proberen voor de 60ste minuut even heel snel een goal maken. Heel snel een goaltje. Ja, goal. Doelpunt, laat ik maar beter zeggen. Om het op die manier even te benadrukken. Nou, alleen deze actie nog en was ik klaar. Oké. Nou, alleen dit nog. Het is nog ineens voorbij, oké. Alleen deze vaart dan nog en dan zeg ik tegen jullie alvast, ja, dan ga ik de video stoppen. Oeh, nice. Ja hoor!
lekker hoor. Dit echt een nice wedstrijd was dit. Nou jongens, bedankt voor het kijken en laat een blauw duimpje achter. En dan zie ik jullie bij de tweede video episode van FIFA 14. En zeg ik tegen jullie, laters.